Interessant, hè? Je niet let tussen door hun lippen het woordje Guangxi vallen. Hè? En als ik me goed herinner, betekent dat vriendschap. Ja, Guangxi is een soort, ze noemen dat wel eens een soort, een voorbeeld is een ui. Hè? Ja. De kern, daar ben je zelf. Ja. En dan de familie, vrienden. En ja. Je moet proberen in een van die schillen terecht te komen. Maar ik ben van mening dat dat eigenlijk niet kan. Ja, of je moet trouwen, of je moet echt 10 jaar goede vriendschap hebben. Mm. Maar als je er al een beetje tegenaan leunt, dat is al zeg maar, dat is al heel fijn, zeg maar. Ja. Maar, kun je misschien dat uitleggen wat de Chinezen dan doen en hoe de manier van zaken is, hoe ze die Guangxi soort van opbouwen, zeg maar? Ja, dat gaat vanuit uit geboorte, hè? Dus je hebt je ouders en dan krijg je familie. En dan meeste de betere vriendschappen in China zijn vaak toch in hun studietijd. Hè? Want die zitten, als ze naar middelbare school volgens mij gaan, zitten ze vaak met een man of 4 of 6 op een kamertje. En dan groeit die vriendschap, zeg maar. En dat zit allemaal in elkaar verweven. Hè? Dus je moet zeg maar zien, en hak een ui door midden, dan zie je eigenlijk de hart en die kringen. Ja. Maar die kringen die gaan ook weer over naar andere kringen. En zo zit dat helemaal in elkaar, zeg maar. Dus dat is heel lastig om dat heel goed uit te leggen. Maar het is ook dat de band heel belangrijk is met de mensen waar ze zaken mee doen. Ja, hè? Ik geef wel eens lezingen over China in de praktijk. Oh ja. En het verandert wel, loopt de jaren. Maar wij zijn, in China zijn ze eigenlijk gewend op basis zaken doen, relatie, relatie. Terwijl in het Westen kijken we heel erg naar win-win. Mm-hmm. Hè, het is, hè, dat zei je voor, wij doen zaken, Bas. Ja, ik betaal jou, jij levert dit. Het is leuk als we elkaar leuk vinden en dan een potje bier drinken. Maar als jij mij, als je denkt van ja, ik moet met die kolen, ik vind het een verschrikkelijke vent. Maar goed, hij doet zijn werk goed, doe maar. Dat is win-win. Precies. Nou, en in China is het meer relatie-relatie. Juist. En daarmee kom je veel verder. Al moet ik wel zeggen, de Hongkong-Chinees, of de Taiwanese-Chinees, of de Shanghainese-Chinees, of... Je ziet wel de nieuwe generatie, zeg maar een beetje van onze leeftijd, de jonger. Die hebben wel wat meer dollartekens in hun ogen. Terwijl de oude generatie nog wel meer op relatie vaart. Mm. Dus die tendens verandert ook wel echt. Hè? Dus ik vind ook altijd dat je China eigenlijk moet zien als een Europa. Mm. Hè? Iemand uit Zweden doet op een andere manier zaken dan iemand die uit Italië zaken doet. Ja. Je kunt China ook helemaal niet over één kam scheren. Ja. En in Shenzhen zijn net wat andere dingen belangrijker dan bijvoorbeeld in Ningbo. Ja. In Shenzhen zijn ze alweer anders dan in Shanghai, zeg maar. Ja. Wat zijn nou een beetje... je hebt vast wel wat gekke dingen meegemaakt daar in China. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, gekke dingen. Ja, dus... En voor jou is het waarschijnlijk normaal. Ja, is het moeilijk altijd. Ik had er laatst iemand over. Dus ja, Ties, je doet sourcing en inkoopbegeleiding en spec. Maar ik moet eigenlijk wel meer input hebben. Hoe ik nou eigenlijk met die Chinees moet dealen? Hmm. Ja. Toen kwam ik eigenlijk achter dat het eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Het is hetzelfde als ik met mijn business online ga. Ja. Ik denk van ja, dat moet je sowieso. Terwijl ik denk van ja, waar heb je het nou over? Ja. En dus hetzelfde ook als je een stap naar China maakt. Van, ja, maar hoe zit een inkoopcontract? En het verschil tussen FOB en SIF? En hoe zit het met inklaren? En dus eigenlijk zijn dat ABC'tjes. Ja. Dat moet je 2-3 keer uitleggen, dan weet je dat. Dus de gekke dingen. Ik heb best wel wat blogs geschreven. Echt 10 jaar terug. En dat ging altijd over wat ik meemaakte. Zie. Dat was altijd gerelateerd aan reizen. Of ik in een taxi zat, of in een bus zat, of in een trein zat, of in een vliegtuig zat. Daar gebeuren zeg maar de raarste dingen. Hè? Van nagelknippen tot boeren. Het is niet eens allemaal boeren tot... spugen. Spugen tot eten waar je voorgeschoteld krijgt. En je denkt van... Ja. Dus ja. Ja. Dus ik vind, daar moet ik even over nadenken om een heel mooi... Nou, ik heb een verhaal te vinden. Ja. En wat ik ook wel een keer heb meegemaakt, is dat een leverancier dacht dat hij mijn plezier zou doen, zeg maar, om een of ander luxe hotel te trekken. En in één keer een zootje dames op te leiden met een nummertje op hun buik. En dan kon je er eentje uitkiezen, zeg maar. Ja, maar ik weet nog, hij zei letterlijk: You can choose the gus and you can do everything you want. Precies zo zei hij. Ja, maar dan zit je wel best ver in de relatie. Ja. Maar ik ben, kijk, dan moet ik opletten wat ik zeg. Maar er zijn best wel inkopers die graag dat soort snoepreisjes willen. Precies. Om wat voor reden dan ook. Ja. Maar ik heb vooral het team van dames, dus dan wordt het al een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar als ik zelf ga, dan zeg ik van oké, wat ik in mijn vrije tijd doe, dat bepaal ik zelf al. Ja. Ik heb die drang niet. Nee. Dus ik betaal liever zelf mijn hotel. En in China moet alles yin-yang zijn. Hè? Ja, dus dan weet je zelf ook, als je met jouw vrienden of zakenrelatie een hapje gaan eten, dan moest je zo 10 minuten voordat het vertrok, moest je zeggen, ik moet even naar het toilet.
En dan ging ik snel die rekening betalen. Precies. En dat vindt de Chinees gevoelsmatig, klopt dat niet. Dat moet yin-yang, hè? Dus ja. Dat moet altijd in balans zijn. Precies. Je moet niet altijd willen betalen, want ja, ja. Dan klopt je verhouding niet. Maar dat geldt ook andersom. Hè? Je moet die Chinees niet je hotel laten betalen. En je moet niet die KTV, hè? Die karaokebarretjes ja. Waar je kwam ja. En waar je meisjes kunt uitschieten. Dat moet je allemaal niet willen. Nee. Want dan klopt het de verhoudingen niet meer. Ja, ja, ja. En zeker als je de dag erop nog moet gaan onderhandelen. Ja. Maar dat is niet... Ja. Dat is niet handig, zeg maar. Nee. Ja, ik zal geen namen noemen, maar om het verhaal af te maken. Ik was met een collega, die was vrijgezel. Ik zeg, ja, ik ben getrouwd, dus ja. he can pick two. En dat heeft hij ook inderdaad gedaan. Ja. Maar goed, ja. Maak je. Nou, goed. En dan kreeg hij waar voor zich geld. Kreeg hij waar voor zijn geld, ja.